Samen met haar familie werd Leni Polak op transport gezet naar Auschwitz. Haar familie werd vrijwel direct vermoord. Maar Leni werd als jonge vrouw gebruikt voor experimenten van dokter Klauberg. Ze kwam terecht in de beruchte experimentenbarak in blok 10. Het ging erom, om die vrouwen, dat ze geen kinderen zouden kunnen krijgen. Maar je wist niet wat er gebeurde. Leni werd net als de andere jonge vrouw in het blok kaal geschoren en kreeg een nummer op haar getatoeëerd. Dat ging maar prik, prik, prik. 63, 216 was mijn nummer. De eerste maanden in Auschwitz verlopen rustig voor Leni. Maar rond maart 1944 beginnen voor haar de experimenten. Ja, dan werd je in een kamer neergelegd en dan spuiten ze in de vagina dingen in. En de bedoeling was om je dan zo te maken dat je geen kinderen meer kon krijgen. En dat is ze gelukt. Tijdens haar kampperiode weet Leni wat er met de meeste gevangenen gebeurt. Ze worden vergast of op een andere manier omgebracht. Ze heeft maar weinig hoop om haar man of familie ooit weer terug te zien. Toch blijft ze volhouden. Als je wil en niet ziek wordt, kun je nog heel wat aan. Koste wat het kost, wil ze weer terug naar Batman. Terug naar die lindeboom voor haar huis, waar ze als kind onder speelde met haar vriendjes en vriendinnetjes. Dankzij die gedachten en door sterk te blijven overleefde ze het kamp. Na de oorlog keerde ze terug naar Batman. Ik vind vooral voor de jeugd, die moeten weten wat de een zo'n man teweeg kan brengen voor de hele wereld. En dat ze altijd moeten nadenken als ze stemmen, op wie ze stemmen. Leni Polak overleed afgelopen maandag. Ze werd 99 jaar.